Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Jij bent niet goed. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag donderdag en ik ga vandaag weer beginnen met een nieuwe weekvlog voor jullie. Dus als jullie heel veel zin hebben in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje alvast omhoog doet. En even abonneert, want we hebben de 17.000 abonnees gehaald, waar ik echt heel erg blij mee ben. En dan heel veel kijkplezier met de video. Oké, het is vandaag dus donderdag en ik ben een dagje vrij. Ik ben dan de hele dag thuis. En ik lag eigenlijk in bed echt helemaal niks te doen. Ik was een beetje dingen voor school aan het doen. En toen dacht ik, nou ja, ik ga maar eventjes naar de stad toe. Want daar heb ik echt heel erg veel zin in. Dus ik heb me even opgemaakt en ik heb me even aangekleed. En ik heb mijn haar even wat anders gedaan dan normaal, met een clipje. En er was nog iets anders heel leuks. Dus dat ga ik eerst laten zien. En dan ga ik lekker naar de stad. Jeetje, wat zie ik er wit uit. Zeker als ik dit witte shirt aan heb. Dit is echt niet goed. Ik moet denk ik even de instellingen van mijn camera veranderen. Of ik ben echt heel wit. Maar ik sta in de Cosmo Girl. Echt super leuk. En dit is de laatste editie van het jaar. De 12e editie. En ik sta erin met een artikel. En wat heel erg leuk is. Naast mij staat Fleur. Fleur Nijbakker. Waarschijnlijk kennen jullie haar wel. Zij heeft ook een YouTube account. En ik zal het even snel laten zien, maar als je hem helemaal wil lezen, dan moet je heel even de Cosmo Girl kopen. Maar ik vind het super leuk dat ik hierin sta. Het artikel heet One of the Guys en het gaat dus over vakantie en familie en over de winter. En hier sta ik en hier staat Fleur, dus super leuk in de nieuwe Cosmo Girl. Ik heb me dus helemaal klaargemaakt. Ik zal even snel laten zien wat ik aan heb. Ik heb wel een beetje iets makkelijks aan. En dan ga ik even met de auto naar Den Haag toe, naar de stad. En dan ga ik even kijken of ik iets leuks kan vinden. En ik ga gewoon even lekker in mijn eentje. Ik heb mijn oortjes opgeladen en dan, ja, dat vind ik wel even fijn. Wat ik aan heb is een shirt die van de collectie was van Leeuw Kleine. Deze, het Alleen Tour shirt. Ik heb hem eigenlijk bijna nooit aan. En deze broek van de Zara. Zo, en ik ga nu even mijn jas aandoen en dan ga ik lekker naar de stad. Oké, ik heb de auto geparkeerd en ik ben dus nu in de stad. Ja, ik heb echt geen idee wat ik ga kopen. Ik ga gewoon eventjes kijken of ik iets leuks zie. Maar ja, dat dus. Ik ga in ieder geval nu even lekker shoppen. Ik ben alweer uit de stad. Ik zit nu in de auto en ik ga even mijn broertje ophalen. Die heeft tot 4 uur school en ik heb beloofd om hem op te halen. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb Jon net opgehaald. En voor de verandering gaan we... Ah, zo idee. McDonald's halen. U denkt iedereen dat ik zo fucking dik ben, maar het valt wel mee. Dat is gewoon jouw idee. Ja, ik zeg toch ook niet dat het jouw idee was? Ja. En vanavond is Jo gala. Heb je er zin in, Jo? Nee. Oké. Nee, het gaat er niet veel om. Hoezo niet? Omdat alleen omdat die mensen... Ik laat nee, alleen... Nee, maar ik heb gewoon even geen zin in. Oh, Jo heeft geen zin in de vlogcamera, dus we gaan niet doen. Ik krijg nooit. Oké. Ik zie er echt niet uit. Oké, ik heb vandaag... Nick, dat kan ik er echt niet in doen. Nee. Ik heb net gewerkt en ik heb Mick opgehaald. En nu is Mick bij mij. De. En mijn broertje heeft nu gala. Mick, wil je anders deze? Wat is dat? Zo, gadverdamme. Ik moet echt de instellingen van mijn camera anders zetten, want dit is echt niet goed. Maar goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En het is bijna 10 uur. Hij is gewoon niet scherp, of wel? Ja, nu wel. Het is bijna 10 uur en mijn school begint om 11 uur. Dus ik moet om 10:15 weg om mijn trein te halen. Ik heb me al helemaal klaargemaakt, want het was een beetje vanochtend een beetje gedoe. Ik was eigenlijk een beetje te vroeg. En ik heb een nieuw rokje aan van Chiquel, maar ik weet echt niet wat ik ervan vind. Ik vind het wel leuk, maar hij is net iets te groot. Ik denk dan, ja, kan ik dit naar school aandoen? Dus ik zit een beetje in een dilemma. Ik kreeg een mailtje van de tandarts. Het sloeg nergens op, maar oké. Dus ik ga nu even... ik ga even mijn outfit laten zien aan jullie. Oké, wat ik aan heb is gewoon een zwart basic shirt. En dan heb ik dit rokje aan van Chiquel. En ik vind hem wel leuk, maar hij is gewoon net iets te groot. En daaronder doe ik waarschijnlijk mijn Sandra's.
En dan heb ik tot volgens mij 2 uur les. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En ik weet eigenlijk niet of ik gisteren iets heb gefilmd. Ik heb echt geen idee, moet ik echt eerlijk gezegd even terugkijken. En het is nu rond bijna 12 uur of zo. En Mick sliep vannacht bij mij, want we gaan zo meteen naar beeld en geluid. En mijn moeder had 4 gratis kaartjes. En ze had gevraagd of ik mee wilde en die vond het heel erg leuk. Dus we gaan nu naar beeld en geluid. En ik weet echt niet wat ik moet verwachten. Maar ja, ik heb er wel even zin in om even weg te gaan. En ik heb lekker vakantie en ik was daar zo erg aan toe. Dus ik heb me even omgekleed. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik vind de outfit wel leuk, maar ik weet niet wat ik van het shirt vind. Maar oké. Shirtje aan van Ralph Lauren. En dit rokje is van Most Wanted of zo. En dit ding moet ik even van mijn arm afdoen. En ik wilde heel graag mijn joyketting omdoen, maar ik weet dus niet waar die is. Die moet ik eerst gaan zoeken. Mick, wil je ook je outfit laten zien? Mijn outfit? Ja. Waar is je shirt van? Dat is van de Givenchy is het. Wat zit je nou weer gek te doen? Laat maar. Nee Mick, jij moet voor mij vloggen. Sorry? Heb je er zin in? Ja. Ga voetballen? Ik wil niet voetballen. Oké, we zijn bij beeld en geluid en we hebben dus nu alle 4 een ring gekregen. Voor mij is iets te groot. We bedoel een actief museum, dus je mag allemaal dingen doen, dus dat is heel erg leuk. Hier moet je hem starten. Dus dit is de ring. Gaat het goed? Nee. Kom er maar uit. Ja, maar dan moet je even met je been, even je hoofd erdoor. Oh zo ja. Kan je niet bij het gat? Nou, moet je maar net onderzoek. Ga je wat meer naar voren zitten. Kleine otter. Wij zijn alweer een tijdje thuis van beeld en geluid. Eigenlijk al een hele tijd. Vond je het leuk, Mick? We moeten wel even serieus advies geven. Ik vond het leuk. Oké, nee, maar het was wel leuk, maar voor onze leeftijd niet echt, toch? Oh, iets jong was het zo. Ja, maar het is wel leuk om met je kinderen naartoe te gaan of met kleinere kinderen. Ja, klopt. En het is wel een heel erg actief museum. Maar het is niet zo groot. Nee, het is wel groot, maar het zit allemaal heel dicht op elkaar. Voor kinderen is het ook niet dus goed chill, maar gewoon en je thuis. Hebt dus een soort van ring en daar kan je dus alles mee activeren en dat wordt dan naar je mail gestuurd. Dat was wel leuk. Ja, klopt. En we hebben zo meteen een verjaardag en ik ga mijn nieuwe broek aan doen. Maar ik zal zo meteen nog wel even laten zien hoe ik er dan uitzie. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En ik heb gisteren niks gefilmd omdat ik de verjaardag had van mijn opa. En ja, dat is gewoon een beetje raar om daar de hele dag te filmen. Dus dat heb ik niet gedaan. En vanavond is het kerstavond. En dan ga ik samen gewoon gezellig met Mick bij hem thuis eten. En bla bla. Dus ik heb nu even wat boodschapjes gedaan. En nu lig ik in bed helemaal niks te doen. Ik ben echt heel erg moe. Ik ga straks even douchen. Mijn make-up opnieuw doen. Want ik zie er echt niet uit. En de vlog editen. Nee, ik weet niet. Gewoon even lekker op mijn laptop. En ik heb net lekker croissantjes gehaald, dus die ga ik zo meteen lekker opeten. En wat ik eigenlijk al verteld dat we naar die verjaardag gingen. Ik heb eigenlijk echt geen idee. Maar in ieder geval, ik ben zo blij dat we vakantie hebben en ik zie er echt zo wit uit. Oeh, je hebt best wel mooi licht in je kamer. Nee. Oké, ik heb me helemaal klaargemaakt en ik ben alweer bij Mick. Yay. Yay. En het is vanavond kerstavond. En Mick is heel erg saai, die wilde helemaal niks doen.
Nee, dat is niet waar. Ik wil gewoon samen met jou gelukkig avond. Ja, dus nu gaan we samen een avondje. En we gaan zo meteen eten bestellen. Oh, Mick. Hoezo deed je dat? En kijk, ik heb deze leuke lampjes meegenomen. Ik weet niet of je het ziet. Interessante vlog. Ik heb mijn make-up gedaan. Mooi. Ga maar Home Alone kijken vanavond. Dat vind ik echt niet grappig. Yes. Het zijn allemaal lange haren nu al van jou, van mij op jou. Ik dacht dat je dat van mij over mij. Nee, mijn intro van mijn vlogmes. Maar kopen dan. Niets wegschieten, hè? Dat gaat natuurlijk weer weg. Verkeerd. Niet schieten gewoon dan. Gewoon een rustig afhalen. Moet ik het doen? Heb ik een slechte reis gehad? Hiervan. Schat, doe je hand erop zo meteen. Goedemiddag, het is vandaag dinsdag en dat betekent dat het vandaag eerste kerstdag is. Ik moet make-up nog wel even afmaken. Maar ik had vannacht bij Mick geslapen en ik ben nu weer thuis. Was gisteren echt heel erg gezellig samen, dus dat is heel erg leuk. En zo meteen komt er familie naar mij toe en dan gaan we gezellig met z'n allen eten. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. En ja, voor de rest gaan we niet echt heel veel doen. We gaan alleen gewoon gezellig met z'n allen eten. En we hebben nog een nieuw spel gekocht wat we met z'n allen gaan spelen. Dus dat is wel erg leuk. Ik heb echt al, denk ik, 10 dagen had elkaar een rokje aan. Ik had er geen zin in. Dus ik heb wel een glitterlegging aan van de Zara. Maar ik heb gewoon een off-the-shoulder top aan. Gewoon een zwarte. Dus een beetje feestelijk, maar niet heel erg. En ik heb geprobeerd mijn eyeliner te doen. Ik moet ook nog mijn haar doen. Maar ik ga je dan van nu eventjes verder. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en het is tweede kerstdag. Ik heb me al helemaal klaargemaakt. Mijn haar is nog wel heel erg nat. Ik heb me wel omgekleed, maar ik heb er even een vest overheen gedaan. Gisteren was echt super gezellig, alleen ik was met familie. Dus ik had niet echt de mogelijkheid om natuurlijk te filmen. En ik ging pas rond 1 uur slapen. Dus super laat. En vandaag gaan wij ook naar familie toe, maar dan in Arnhem. En daar blijven we ook slapen. En dan gaan we morgen lekker shoppen. Dus daar heb ik super veel zin in. Wat wil ik zeggen? Ik hoop dat de weekvlog een klein beetje lang is. Ik ga hem zo meteen even editen in de auto. Dan moet ik best wel lang in de auto zitten. Ik zie dat ik mijn mascara nog niet weg heb gehad. Ik ben zo wit, jongens. Ik moet echt op vakantie. Het is echt dodelijk hoe wit ik ben. Ja, mijn haar ga ik denk ik zo laten opdrogen. Dan gaat het wel heel erg krullen. Maar ik heb eigenlijk even geen tijd om het te doen. En ik ga dus nu in de auto richting Arnhem. Oké, volgens mij hoor je echt heel erg het water lopen. Want ik sta in de badkamer. Alleen, ik ben al de hele dag bij familie. En ik kan daar helaas gewoon niet filmen. En ik was bezig met de vlog aan het editen. Want die moet morgen online komen. Ja. En ik heb het gezien. En ik heb gewoon heel veel dagen gewoon 2 beelden. Of eigenlijk gewoon helemaal niks. Maar ik heb ook wel een aantal hele leuke dingen. En ik weet dat de vlog maar rond de 10 minuten is. Maar ik vond het ook heel zonde om het niet online te zetten. Dus ik ga gewoon een vlog online zetten met de beelden die ik nu heb. En ik ga beloven dat ik volgende week heel veel hele leuke dingen voor jullie ga filmen. Want ik ga morgen ook iets heel leuks doen. Dus ga ik vanaf morgen lekker weer een nieuwe weekvlog beginnen. En ik ga nog wat leuke dingen doen met Mick. Dus dat is heel erg leuk. Maar helaas moeten jullie dus deze keer doen met een kortere vlog. Sorry daarvoor. Ik hoop dat jullie me alsnog wel een beetje leuk vinden. Maar anders komt er helemaal niks online. Dat vond ik ook weer een beetje jammer. En stel dat je nog een ander leuk idee hebt. Dan mag je dat ook natuurlijk reageren op wat ik kan opnemen. Leuk idee met vriendinnen of een video met Mick. Mag ook, maakt niet uit. Dan heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!